De Superman frontflip is eigenlijk... Nee, of verwijder die ook, want hij gaat niet eens zeggen. Die hoort er ook in, die hoort er ook in. Welkom guys, goed nieuwe tutorial. Vandaag gaan we Vortex Front doen. Een van de tofste moves denk ik die ik kan. En ik ga hem jullie nu ook leren. Ik ga hem even doen voor jullie. Oké, zoals jullie zagen, de Vortex Frontflip is eigenlijk een soort Superman Frontflip. Maar dan met een hele draai in het zweefmoment. We gaan het zo meteen oefenen in stapje 1, 2 en 3. Oké, stapje 1. Je gaat eigenlijk gewoon alleen de rechte duik doen. En je gaat plat op je buik ga je landen. Hou je hoofd zo recht mogelijk. En hierin gaan we nu rustig de draai proberen te leren in stapje 2 en stapje 3. Oké, zoals jullie zagen in stapje 2 ga je dus een halve draai erin doen. Je doet dezelfde duik, je zorgt dat je goed alles aangespannen houdt, zodat je helemaal gestrekt blijft terwijl je landt. En als dat goed gaat, dan heb je een landje ook helemaal mooi recht in het matje. Dus als je schuin landt, dan weet je dat er iets misgaat. Bij het derde stapje ga je dus de hele draai maken. Je ziet ook hier dat die vormspanning weer heel belangrijk is. Dus je moet je benen aanspannen, buikspieren aanspannen, helemaal gestrekt blijven terwijl je draait. Dus niet afhoeken of je benen intrekken. Ja, je blijft helemaal lang en je zorgt dat je weer mooi in de rechte lijn erop landt. Dus als je merkt dat je schuin landt, zo bijvoorbeeld, dan ga je waarschijnlijk je schouder te veel indraaien daarin. Het is heel belangrijk dat je eerst je duik maakt en dan pas gaat draaien. Als je meteen gaat draaien vanaf je afzet, dan ga je waarschijnlijk of salto draaien of dan ga je schuin. Oké, dit is dus stapje 4. Je gaat dus de hele draai doen. Je mikt schuin naar boven en je gaat proberen rustig in te poppen. Dit kan je eerst een klein beetje schuin doen en daarna ga je hem zo recht mogelijk proberen te doen. Hoe rechter die is, hoe makkelijker de frontflip straks wordt. Zorg ervoor dat je ruim voor je matje afzet, zodat je wel op het matje landt als je hem inkopt. Zeker 1,5 meter voor de mat. Yeah, go, let's go! Oké, dit was dus het laatste stapje, de Vortex Frontflip. Ik oefen hem altijd gewoon in de fun area met een matje. Maar als je hem wat enger vindt, kan je hem natuurlijk ook in de schuinbak doen of in de airbag doen. Als hij heel goed gaat en je merkt dat hij landt, matje weghalen, gezonder doen. En dan kan je een move die niet heel veel mensen doen en die echt super, super vet is. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Like en abonneer. En laat weten in de comments wat je vond van deze tutorial. En welke moves je nog meer wil leren. En dan zie ik jullie snel. Later!